Vandaag is het 28 april, de opening van het seizoen van de Beeldentuin. Naast de Martinuskerk zijn veel nieuwe beelden bijgekomen. Dus we gaan daar een mooie rondleiding doen en genieten van de opening. Goedemiddag dames en heren, van harte welkom. En wat fijn dat u tijd vrijmaakt op deze zondag om samen met ons de Beeldentuin te openen voor de 22e keer dit jaar. Het is wel aardig denk ik toch om daar maar meteen mee te beginnen. Want ik was aan het denken over welke zinnen ik zou uitspreken vandaag. Maar toen las ik, en heeft u misschien ook gelezen, het artikel van Jos Jansen uit in het Kuiks Weekblad deze week. En het is inderdaad goed dat de Beeldentuin een plek van rust blijft. Kom ik daar nog even op terug. Maar twee stukjes in het artikel van Jos, die vielen mij op. Die wil ik graag eventjes herhalen om daar wat duiding aan te geven. En ik begin gewoon in één keer te lezen. Bij het ophalen de afgelopen weken van het 3,5 meter hoge witte beeld zwanger van Pieter Kortekaas uit Sint-Tunis stonden een vader, moeder en dochtertje te kijken. De kleine meid begon spontaan te huilen toen het kunstwerk de vrachtwagen inging omdat haar kunstwerk uit onze tuin ging verdwijnen. Ze was eraan gehecht geraakt en heel vaak was het gezin ernaar wezen kijken. Het is natuurlijk buitengewoon bijzonder dat vooral de onbevangenheid van een kind zo tot uitdrukking komt in deze Beeldentuin. Dat is volgens mij ook de kracht van wat kunst en beelden doen kunnen zijn. Een heel bijzonder citaat om te lezen. Volgens mij veel krachtiger dan welke toespraak van welke wethouder dan ook. Maar dan de tweede. Een van de nieuwe kunstwerken is die van Inge Jansen uit Nijmegen, hier ook aanwezig. Ik kom wel vaker bij vrienden in Kuik, maar dit is de eerste keer dat een kunstwerk van mij hier in de Beeldentuin komt te staan. Was wel verbaasd dat een van die Kuikse vriendinnen niet wist dat er hier een Beeldentuin is. Volgens mij moeten wij met z'n allen, cultuurliefhebbers, nog beter ons best doen om mensen te vertellen wat we hier in de Cultuurstraat hebben. Dus ik wil u eigenlijk een voorstel doen. Zullen we proberen het komend jaar allemaal 2 mensen minimaal uit te nodigen, mee te nemen naar de Beeldentuin die hier nog niet geweest zijn. Volgens mij zou dat al heel wat schelen en dan komen we op 10.000 denk ik. Maar dat doen we dan in alle rust. Wat is bijzonder? Volgens mij erg bijzonder hier achter mij in het pakhuis exposeert John Akkermans uit Haps. Pas 2 jaar, ik heb het even op jullie website gelezen, 2 jaar geleden pas, ik weet niet of hij aanwezig is. Is hij er ook? Ja, daar. Ja, nou, vind ik goed dat ik iets over jouw verhaal vertel, want het is toch wel, het raakt mij wel. Je bent 2 jaar geleden pas echt begonnen met het maken van kunst als onderdeel van de rouwverwerking van het verlies van jouw vrouw. En dat is dus ook wat kunst doet met mensen. En daar komen hele bijzondere kunstwerken. Ik zal nog niet te veel over de stijl vertellen, want dan lijkt net of ik er verstand van heb. Maar het laat wel zien hoe bijzonder het maken van kunst kan zijn in het leven van mensen. Dus niet alleen het aanschouwen, maar ook actief ermee bezig zijn. En als we dan even nagaan waar de beelden vandaan komen die hier vandaag staan. Niet alleen uit Nijmegen, Plasmolen, Zonnebreugel, Eindhoven, Vorstenbos, Beltrum, Kolm, de Randstad, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Maar ook Frankrijk, België en Engeland komen beelden vandaan die hier vandaag staan. Dat betekent dat wij gewoon een tuin hebben, een vermaarde beeldentuin die echt ook van internationale betekenis is. Daarom feliciteer ik u allemaal eigenlijk met de opening van het nieuwe seizoen, de nieuwe beelden. Ik laat het hierbij, ga vooral kijken in alle rust en probeer die 2 mensen mee te nemen.
bewondering. Ontvankelijk voor het onbekende. Stilte in mijn hart. In stille verwondering. Kunstenaars en aanverwante zielen. Gevoelig voor schoonheid en verwondering. Er is een relatie tussen mystiek, wijsheid en kunstenaarschap. Het geschenk van elke kunstenaar. Hij kan met zijn creatieve en mystieke kracht het onzichtbare zichtbaar maken. Artistieke kunstvaardigheid, onderzoek en oefening in materiaal. Scheppingsdrang, het eigen ego overstijgend. Stille verwondering. Het kunstwerk, de drager van iets groters en iets dat hij niet van tevoren bedacht heeft. Hij ziet zichzelf in de spiegeling van het water. Gelijktijdig gericht zijn op het hemelse en het aardse. De mens tussen beiden. Sensibiliteit, aangeschermd. De wereld van het ongeziene. Open voor de dingen welke schuilgaan onder de sluier van het alledaagse. Het iets waarvan het bestaan in vermoeden is. Zintuigen kunnen het niet waarnemen. Stilte is de kracht waar wijsheid en kunst samenvallen. Het ego zet een stap opzij. Onszelf leegmakend. Ruimte voor de ander en het andere. Enkel door leegte kan de wind ons zijn tonen laten horen. We hebben net de opening meegemaakt voor de 22e keer. Hoe belangrijk is die beeldentuin eigenlijk voor Kuik? Nou, ik denk heel belangrijk. Hij is een heel belangrijk onderdeel van de Cultuurstraat. Samen met het Museum Keukelum natuurlijk een van de oudste onderdelen. En wat ik al zei in mijn toespraak, beelden en kunst kunnen zo heel veel doen. Hè, en heel veel betekenen voor mensen. Neem John Akkermans uit Haps, die kunst heeft ingezet als onderdeel van de rouwverwerking van het verlies van zijn vrouw. Maar ook het citaat uit het Kuiks Weekblad, hè, waar een jong meisje moest huilen toen haar favoriete beeld verdween. Geeft volgens mij heel duidelijk de kracht van beeldende kunst aan. En we hebben internationale kunstenaars hier in onze beeldentuin. Je deed ook een hele mooie oproep, want men heeft jaarlijks 5000 bezoekers. Maar je had een hele unieke manier om dat te verdubbelen. Kun je dat de kijkers even goed uitleggen? Ja hoor, dat wil ik wel doen. Ja, ik ben ontzettend trots op wat er in Kuik allemaal is. En ik vind dat we dat nog niet altijd voldoende uitdragen. En heel veel mensen in Kuik die hier komen wonen, bijvoorbeeld op de Heeswijkse kampen waar ik zelf woon, die weten het helemaal niet. Dus ik heb alle aanwezigen hier vandaag opgeroepen om het komende seizoen minimaal 2 mensen een keer mee te nemen naar de beeldentuin. Om te kunnen aanschouwen wat hier allemaal staat. Het gaat uiteraard ook voor de kijkers dan, neem ik aan. Zeker, neem vooral ook allemaal 2 mensen mee. Het is fantastisch. Normaal gesproken heb je een flesje wijn, maar dan heb je een heel ander kistje en daar zit volgens mij absoluut geen wijn in. Kun je er iets meer over vertellen? Nee, dat heb je goed gezien, Robert. Er zit geen wijn in, maar er is het wel een link mee te maken. Ik heb zojuist ontvangen een scherf van een Romeins vat, wat zomaar had kunnen dienen als een Romeins wijnvat. Ik zal het er even uithalen. Heel bijzonder, hè? Kuik staat bekend om de rijke Romeinse vondsten. De laatste opgravingen laten ook zien dat het een veel belangrijkere vestingplaats was dan we aanvankelijk dachten. Ja, en als je dan bedenkt wie dit allemaal in de handen zou hebben kunnen gehad, ja, dan is het heel bijzonder om te ontvangen. Dus ik geef het een mooie plek op mijn kamer in het gemeentehuis. Ja, en het bijzondere is, er is ook een hele beschrijving bij. En wat helemaal bijzonder is, tijdens de Romeinse dagen, de Romeinse dag in Kuik, zijn er nog scherven te koop. Dus wil je er eentje hebben, net als onze wethouder, wees er dan heel snel bij, want ze zijn beperkt. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan lekker genieten. We gaan lekker genieten van een hap en een drankje. En we gaan eens kijken wat allemaal voor moois hier te zijn. Dankjewel. Dankjewel. Bijna 25 jaar geleden is hier op de protestantse begraafplaats, de voormalige protestantse begraafplaats, een tuin ontworpen die zou gaan dienen als beeldentuin. Er is een stichting opgericht, toen al tijd al. En toen zijn de eerste kunstenaars uitgenodigd hier te exposeren. In het begin heel veel uit de regio. En langzaam maar zeker zijn we gaan adverteren. En kwamen we soms wel op bijna 30 beelden. Ja. En ieder jaar gaan er ongeveer 10, 11, 12 gaan weer weg. En komen er weer 10 of 11, 12 nieuwe. En die blijven, elk beeld blijft 2 jaar staan. Dat houdt ook een beetje de afwisseling van de tuin, begrijp ik, hieruit. Precies. En ik moet ook zeggen, de vaste beelden wisselen ook wel eens van plaats. Anders dan, zo blijven ze boeiend. Want dan zie je ze weer in een andere omgeving en dan worden ze weer interessant om te bekijken. Ja. In al die jaren heb je ooit nog wel eens gehad van, oh, dat is jammer dat dat kunstwerk nou weg is. Ja, ik heb dat ieder jaar wel. Ja, ik heb dat ieder jaar wel. Dan met moeite zien we dat vertrekken.
helaas is er geen budget om beelden aan te kopen. En misschien hoeft dat ook niet. Die wisseling houdt het ook interessant. En er zijn wel beelden die nog steeds in mijn hoofd zitten. Ja. De wethouder had een heel mooi initiatief. Hij zegt van nou goed, 5000 bezoekers per jaar. Maar hij zegt van nou neem allemaal 2 mee, dan zit je gelijk op 10.000. Maar ik kom dan op 15.000 uit als je met 2 meeneemt. Ja, misschien gaat hij er wel vanuit dat we niet allemaal 2 bezoekers meebrengen. Het is natuurlijk wel zo, het breidt uit. Het wordt ook interessant. Het is een leuke tuin. Hè, qua planten, de heemtuin, het assortiment is bijzonder leuk om te zien. De plek zelf is heel bijzonder om die te ervaren. Soms is het ook een hele leuke lunchplek. En laten we eerlijk zijn, de prachtige beelden hebben een toegevoegde waarde. Dat durf ik gerust te zeggen. En het pakhuis. Hè? Ja. Het is een culturele instelling waar culturele clubs en groepjes gratis gebruik van mogen maken tegen een onkostenvergoeding. Dus daardoor komen ook heel veel mensen in de tuin. Dat snap ik. Maar u zegt zelf, want het is een unieke plek. Het is ook een hele unieke plek, want we zitten hier eigenlijk echt midden in de Romeinse geschiedenis. Gaat dat ook nog eens een keer iets met de kunsttuin, iets daar ook iets mee gebeuren? Of samenwerking? Ja, wij hebben sinds kort een nieuw bestuurslid, Rita Keimeulen. En Rita is ook lid van de werkgroep Archeologie Kuik. En op dit moment zijn we in gesprek met de werkgroep en nog wat meer vrijwilligers uit Kuik. En ligt er een ontwerp voor de inrichting van de voormalige pastorietuin. Nou, goed, dank u wel. En u hoort het en u ziet het, luisteraars en kijkers. Het wordt een geweldig jaar. Mooie beelden zijn er weer in. Kom alsjeblieft zo snel mogelijk een kijkje nemen. En geniet op welk moment van de dag dan ook. Chris, we zijn hier in de beeldentuin, net de opening gehad. We staan naast een beeld van jou, een koekoeksnest van serpentijn, lood en graniet. Kun je iets meer vertellen over het kunstwerk? Nou, de titel is het koekoeksnest. Ja. En ja, als je nagaat waar een koekoek zijn eieren laat, dan geeft dat toch iets heel vreemds natuurlijk. Het koekoeksnest bestaat dus eigenlijk niet. Het is een nest van een andere vogel. En we hebben hier een oude runetekst ingebeiteld. En die tekst luidt dus van ha, iets grouts erbij. En ja, dat zullen dus de verdere opvoeders van dat koekoek, van die koekoek, moeten waarmaken. En of die inderdaad zo hoera zullen blijven roepen, dat is even nog de vraag. We hebben daar dus een aantal verschillende materialen bij bedacht. Van nou ja, hoe bedenk je dan een eigenlijk niet bestaand nest, stel je daarvoor. En dat blijft in de fantasie hangen. Ja, dus vandaar dat we eigenlijk alleen maar die materialen aangereikt hebben. Want je hebt ook een hele bijzondere steen gebruikt, serpentijn. Het zegt me helemaal niets. Kun je daar iets over uitleggen? Ja, het is een steen die met name in Afrika veel voorkomt. Het is geen echte harde steen, dus het graniet is vele malen harder. Ja, maar dit werkt heel plezierig. Ja, en dan stapelen. En dan ja, de hoogte in om het nest is doorgaans toch wel wat hoger van de grond. En hoe een koekoeksnest er dan uiteindelijk mag uitzien, dat blijft een verrassing. Ja. Heeft de lood dan ook nog een betekenis in uw beeld? Nee, lood is niet anders dan dat het een plezierig mat. En het is gebruikt lood, hè, dat vind ik wel belangrijk. Eigenlijk niet anders als een prettig materiaal. Het is dof, het is vele malen zachter dan de stenen die gebruikt zijn. Dus makkelijk vervormbaar, aan te passen. Eigenlijk meer ook een technisch grapje om het niet moeilijker te maken. En ik vind het oude lood erg interessant. Daarentegen de steen, en met name deze groeven bijvoorbeeld, met een beetje zon zou merken dat het wel hoogglanzend is. En dat contrast, dat wordt dus eigenlijk gezocht. Het is een heel mooi beeld, heel kunstzinnig beeld. En ik raad ook iedereen aan om het live te komen kijken, want het is echt uniek en leuk om te zien. Dankjewel, Chris. Nou, graag gedaan.